Dag, ik ben Stefan Larijssen, Koninklijke Visio. En in deze instructiefilm laat ik zien hoe de toegankelijkheid is van de muziekstreamingdienst Apple Music. Na onderzoek blijkt deze muziekstreamingdienst goed tot zeer goed toegankelijk. Mede doordat de muziekapp, die al op de iOS-apparaten aanwezig is, geïntegreerd wordt met Apple Music. Dus je hoeft niet een aparte app ervoor te installeren. Ken je deze app al omdat je toevallig ook al muziek op je apparaten hebt gezet of al muziek hebt gekocht via iTunes, dan wordt dit gewoon samengevoegd en je kunt altijd nog selecteren of je iets uit je eigen aangeschafte collectie wil luisteren of vanaf Apple Music wil beluisteren. Als je iets zoekt of in je eigen bibliotheek probeert te vinden. Doordat ze dit hebben gedaan, is het ook mogelijk door met Siri, de assistent, muziek te laten afspelen. Door gewoon Siri een opdracht te geven, speel Kensington bijvoorbeeld. Of speel The Beatles. En vervolgens gaat hij een afspeellijst afspelen met die artiest. Je kunt ook een specifiek nummer van een bepaald artiest zeggen. En dan zeg je gewoon het nummer er ook nog bij. Ik laat hier eventjes zien hoe de app er een beetje uitziet. Zoals in iedere streamingdienst app. Is het zo uitgebreid dat je met verschillende tabbladen moet werken. Onderin het scherm zijn er 5 tabbladen. Het eerste tabblad is voor bibliotheek. Bibliotheek. Tab 1 van 5. 1 van 5. Tweede. Voor jou. Voor jou. Tab ontdekken. Ontdekken. Tab radio. Radio. Tab geselecteerd. Zoeken. En zoeken. Zoeken. Ik laat op dit moment even zien hoe ik een liedje kan zoeken of een artiest kan zoeken. Geselecteerd. Zoeken. Nou. Topresultaten. Koptekst. Demira. Knop. Ik heb al een artiest ingevoerd. Demira. Geselecteerd. Zoeken. Terugknop. Topnummers. Koptekst. Bekijk alles. Abaddon. Pilon. Fountain. Dragons. Demira. Dan pakken we deze eventjes. Als ik nu dubbeltik, gaat het nummer spelen. Dragons. Demira. Als ik nou even pauzeer, dan zie Abaddon, ik dat Demira. Onderin het scherm knop. Een minispeler is verschenen. Minispeler. Sla over. Pauze. Dragons. Als ik die open. Dragons. Sluitscherm met wat ik. Krijg ik een minispeler waar ik allerlei dingen kan doen. Ik kan hier shuffelen, ik kan hier vooruit, achteruit, pauzeren. Album illustratie, trekpositie. Vieren, dragons. Demira White, vorige track, pauze. Volgende track, volume, 100%. Het volume kan ik aanpassen, et cetera, et cetera. Wil ik dit nou weer sluiten dan bovenin in de minispeler? Sluitscherm met wat er nu wordt afgespeeld. Sluitscherm met wat er nu wordt afgespeeld. Zoeken. Dus op deze manier kan ik middels de app Muziek in Apple Music eenvoudig een nummer of een artiest opzoeken.